Ongelooflijk. Welkom terug bij Café Tinto. Vandaag bij ons in de studio Anneke van der Krans. Zij vertelde over de Bias-agenda van ARK Mission. En samen met Hans Delhaas spraken wij over de studiekeuzemogelijkheden van de EH. En we gaan zo dadelijk luisteren naar het verhaal van Gerald Troost. Maar eerst willen wij van jullie weten, hebben jullie een vraag bedacht voor de gasten van morgen? We stonden onder enorme druk. Ja, maar we zijn eruit. In dit pauzeblokje. Ja, maar, ja. Anneke, wil jij hem voorlezen? Ja, we hebben gezegd, wat zou je doen met een week vrije tijd? En daarbij moet je out of the box denken. Dus ik ben benieuwd wat de gasten er morgen van maken. Zeker, leuke vraag. Willen jullie jullie naam eronder zetten? Ja. Is goed. Ja, zal ik beginnen? Ja. Handtekening eronder. Ja, natuurlijk. We hebben tijdens de reclame een vraag gehad van een kijker. Voor het event en ook voor de EH. Okay. Is de EH alleen voor hbo-studenten of ook voor mbo? Nou, dat is fijn dat het gevraagd wordt. Dat is ook voor mbo-studenten. Dat blijkt ook uit het afgelopen. Event dus ook? Het event ook, ja, absoluut. Ja hoor. Een beetje de trend ook van de afgelopen jaren. We zaten erg, denk ik, op hbo en vwo. Maar we zien ook dat de mbo's ook bij ons. En daar differentiëren we een beetje op, ook als we de lessen geven. Ja, ja. Oké. Okay, nou, dankjewel. Dat is duidelijk. Dan gaan we nu in gesprek met Gerald Troost. Je bent gospelzanger. Gospelzanger, okay. Jawel. Ja. En liedjeschrijver, maar daarnaast ben je ambassadeur van Dorcas. Wat is Dorcas? Dorcas is een hulporganisatie die zich inzet voor de allerarmsten, met name in Oost-Europa, maar ook in Afrika, maar ook in landen zoals Syrië, Irak en dergelijke, dus het Midden-Oosten. En we willen natuurlijk wel weten, wie is Gerald Troost? Aha. Ik heb een aantal tegenstellingen voor jou. Cornflakes of boterham? Boterham. Computer of pen? Computer. Podium of thuis op de bank? Podium. Woorden van troost of plezier maken? Woorden van troost. Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, woorden van troost. Tentje of caravan? Caravan. Nou, allebei hebben we... Nee, maar dan de caravan. LP of CD? CD. Schoenen of slippers? Schoenen. Bijbel of roman? Bijbel. Zingen of schrijven? Schrijven. Oma's of kleuters? Oma's. Ja, dan maken we gelijk een bruggetje natuurlijk. Ja, ik vind kleuters ook hartstikke leuk. Alleen met oma's. Ik bezoek nog wel eens de oma. Ik heb zelf helaas geen oma meer. Maar ik bezoek heel af en toe nog wel eens de oma van mijn vrouw Nelinda. En dan vind ik het altijd heerlijk om daar te zijn. Om te luisteren naar hun verhalen over vroeger, over de oorlog. Hun levenslessen. Dus ik vind oma's en opa's daarbij natuurlijk vind ik altijd wel heel interessant. Ze hebben ook vaak humor. En heel veel levenswijsheid. Heel veel levenswijsheid. En die wijsheid heb ik absoluut ook nodig. Ja. Afgelopen zomer ben je oma's en opa's opwezen zoeken in de Oostbloklanden. Hè? Welk land ben je geweest? Nou, ik ben een aantal jaren geleden ben ik in de Oostblok geweest met mijn vader in de Oekraïne. Dat was heel erg bijzonder. Daar hebben we onder andere omaatjes ontmoet. Want vaak zijn dat toch omaatjes die dan in een schuurtje leven. Ik vertelde daar net iets over. Die het heel erg zwaar hebben, die ook heel veel moeten missen aan hulp. Maar ik ben afgelopen voorjaar ben ik naar Tanzania geweest. Zo eens in de 6-7 jaar mag ik mee met een reis. En, voor Stichting Dorcas? Voor de organisatie. En daar hebben we ook heel veel filmopnames gemaakt, mensen bemoedigd, optredens ook gedaan. En ik heb een aantal nieuwe liedjes ook geschreven. Want alle indrukken die je daar dan zeg maar, opdoet, die verwerk ik dan s'avonds dan weer. Daar dan ook in liedjes, in een dagboek. Ontzettend inspirerend om dat te mogen doen natuurlijk. Ja, want je zei het al, hè, je bent ambassadeur. Ja. Dorcas die zet zich in voor de allerarmsten, voor de minderheden in de arme landen. Klopt. Nu is er een nieuwe... Hoe zeg ik dat? Landelijke actie of een tour? Een nieuwe actie. Ja. Adopteer een granny. Een oma of opa. Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, je hebt natuurlijk heel veel organisaties die zich inzetten voor jonge mensen. En dat is ook prachtig. Dat moet ook gebeuren. Alleen ik heb met eigen ogen gezien dat ook juist heel veel oudere mensen onze hulp nodig hebben. Ik heb dat gezien in de Oekraïne, zoals ik al zei. Maar nu ook in Afrika. Iedereen heeft recht op een waardig
bestaan. Dus ook als je oud bent. En ja, ik sprak daar bijvoorbeeld in de Oekraïne oma's die hadden geen man meer. Die hadden hun zonen waren er ook al niet meer. En ze hadden echt heel veel hulp nodig. We gaan zo dadelijk ook even kijken naar een filmpje. Oké. Okay. Heel veel armoede. Heel veel armoede inderdaad. En wij hebben gedacht van wat zou het gaaf zijn om ook juist voor die doelgroep iets te gaan doen. Nou, ik als zanger denk dan gelijk aan liedjes en door het land gaan met mooie nieuwe liedjes. Er zijn ook twee grappenmakers nemen we mee door het land. Dat zijn de jongens van Als Zodanig. Dus het is niet alleen maar zwaarmoedig, maar het is ook met een grap en met heel veel ludieke zaken. Maar het spreekt heel veel mensen weer aan en dat is natuurlijk gaaf. Het worden elke avond weer mensen weer aangeraakt en die gaan dan ook in actie komen voor de omaatjes en de opaatjes wereldwijd. Oh, wat mooi. Ja. We kunnen kiezen tussen een filmpje of een liedje, maar wij willen toch wel heel graag dan een liedje horen. Je gaat een liedje voor ons spelen. Lied voor de Grannies. Vrieskou langzaam wind en sluipend haar kleine kamer vindt, vraagt zij om dekens en wat hout. Haar handen zijn koud. Hier waar haar kinderen zijn geboren. Zij haar liefde heeft verloren, vertelt zij van eenzaamheid en nood. Zij wacht op de dood. Help ons om op te staan voor mensen in eenzaamheid. Vertelt hij van oorlog en van lijden. Oh, ik gun hem een mooie oude dag, waar hij uitrusten mag. Help ons om op te staan voor mensen in eenzaamheid. Help ons om stil te staan bij wie oud is. Dit lied is speciaal geschreven voor de tour. Klopt. Wat doet het met jou als je zoveel armoede om je heen ziet? Nou, ik ben een redelijk gevoelige man, dus dingen raken me al snel. En als ik daar dan zie dat oudere mensen echt huilen door de,
ja, door het feit dat ze zoveel moeten missen, dan raakt me dat echt oprecht. En dan wil ik daar ook graag iets mee. En dan, in mijn geval ga ik dan erover schrijven. En wil ik graag in Nederland daar ook een verschil in gaan maken. Dus het raakt me absoluut. We zijn nu ook door Nederland al een aantal keer gegaan met de optredens. En we komen nog, in Papendrecht. En ik hoop daar ook weer heel veel mensen te mogen aanspreken met de liedjes en met heb de verhalen. Heb je ook een voorbeeld van een opa of oma in een arm land die geholpen is door Dorcas? Ja, nou, ik heb natuurlijk, ik steun nu zelf een aantal maanden een opa in dit geval. Hij heet Filippo. Die heb jij geadopteerd? Die heb ik geadopteerd, die ondersteunen wij. En daar ben ik in Tanzania heb ik hem opgezocht. Nou, dan zie je gewoon echt in the middle of nowhere, allemaal droogte om je heen. Dan zie je gewoon een mannetje bij je, ook weer een schuurtje als het ware. Hij had een been, die was zo dik, want dat was niet goed, zeg maar. Er kwam allemaal vocht uit en hij moest echt geholpen worden. Maar dat bleek weer lastig. Maar hij vertelde wel dat sinds Dorcas hem hielp met medicijnen, met dekens zelfs, met een bijbel, met andere zaken, dat zijn levensstandaard enorm omhoog is gegaan. En daar was hij heel erg dankbaar voor. Dus het was heel bijzonder voor ons natuurlijk om deze man te ontmoeten, Filippo. Ja. Ik heb nog wat liedjes voor hem ook daar gezongen. Dus dat gaat het gelijk wel een beetje, wordt het al snel weer vrolijk. En wat vond het met zo'n man? Ja, die held, die is geraakt. Die vindt het natuurlijk heel mooi dat blanke mensen, rijke blanke mensen, de moeite nemen om daarheen te gaan. En, het is jaren altijd geweest een kindje adopteren, ja. Hè? Een kindje ondersteunen. Ja, en nu is het. Is ook heel belangrijk natuurlijk. Tuurlijk, hè? Ja. Alleen, zoals ik al zei, een opa of een oma die al zoveel heeft gegeven, die hebben ook recht op een waardig bestaan. En die hebben ook recht op een stuk hulp. Hoe kunnen mensen helpen? Ze kunnen komen naar de tour. Zoals ik al zei, zijn we nog in Papendrecht. En aanstaande zaterdag zitten we in Zwolle. Dus mensen in de regio Zwolle, allemaal van harte welkom. En die week daarna zitten we in Papendrecht, in de regio Rotterdam. Dus welkom. Je kunt kijken op www.dorcas.nl. En daar vind je heel veel informatie over de optredens. Gaaf. En wat kost het om iemand om een opa of oma te adopteren? De optredens die zijn gratis. Als je het op dat je hoor je krijgt, niet vaak, hè? Dat is wat leuk. Ja, we willen de drempel zo laag mogelijk houden. Maar als je een opaatje of een omaatje maandelijks wil ondersteunen voor een termijn van 2,5 jaar, dan kost dat €25. En daar worden ze heel breed uit, zeg per maar, maand meegeholpen. Ja, met voedsel, met medicijnen, met alles wat ze nodig hebben. Ja, voedsel, je zei al een bijbel. Ja, van allerlei zaken. Ze worden wekelijks opgezocht door mensen van Dorcas daar. En, dat aandacht, is natuurlijk ook al heel liefde, mooi, want er zal wel heel veel eenzaamheid zijn. Ja, ik zong er ook over, hè. Ja. Help ons om op te staan voor mensen in eenzaamheid. Help ons om stil te staan bij wie oud is en lijdt. Ja. En dat willen we graag doen. Heb je nog meer? Heb je nog een mooi liedje wat je gebruikt tijdens de tour? Ja, ik heb nog een liedje. Dat gaat ook over eenzaamheid. Dat kan zijn eenzaamheid ver weg, maar het kan ook zijn eenzaamheid in ons eigen hart. Volgende week kom ik hier ook en dan vertel ik over de nieuwe CD. Waarin ik mensen wil bemoedigen die eenzaam zijn, die te maken hebben met verdriet of met rouw. Je hebt een nieuwe CD uitgebracht? Ja, ik heb een nieuwe CD uitgebracht en dit lied laten we onder andere ook morgen in Ede horen, waar we voor het eerst de nieuwe CD laten horen aan het publiek in de Edische Concertzaal. Presentatieconcert? Het is een presentatieconcert. Zijn er nog kaarten? Er zijn nog niet zoveel meer, maar wel een aantal. Dus als mensen nog willen komen, dan moeten ze snel zijn. Vandaag nog even kijken op www.edischeconcertzaal.nl. En dan zie je daar de informatie. Leuk. En volgende week dan kom je bij ons vertellen over je nieuwe CD. Zo is dat. Leuk. De Clown heet het lied. De Clown. Soms lijk ik op een clown.
lacht om zijn verdriet. Die zachtjes leidt van binnen, maar niemand die het ziet. Beschilderd met wat kleuren, hier wat rood en daar wat geel. Van buiten lijkt het vrolijk, maar van binnen is het kil. Mensen om me heen, maar in mijn eigen hart blijf ik alleen. Totdat jij mij bevrijdt van mijn eenzaamheid. Jij kent mijn stille strijd. Ik ben verwonderd, dankbaar om jou. Dat vraagt naar meer, hè? Dat maakt ons nieuwsgierig. Ja, de clown heet in het liedje over het feit dat we soms van buiten lijken we vrolijk. Ja. En lijkt alsof alles goed gaat. Maar van binnen voelen we ons soms alleen door allerlei omstandigheden. En ik krijg veel mailtjes over dit lied ook onder andere. Dat mensen zeggen, hey, dat heb ik ook. Ik woon in een prachtig huis. Hm. Ik heb een vrouw of een man of wat dan ook. Maar toch voelt het van binnen soms alleen. Nou, mijn roeping is om met mijn liedjes mensen te bemoedigen en in dat opzicht mijn eigen achternaam waar te maken. En dat willen we dus morgen gaan doen in de Edese Concertzaal met Gerald Troost, ja natuurlijk. Ja. De CD heet Woorden van Troost. Woorden van Troost, ja. En is die al in de winkel? Hij ligt als het goed is al bij jou in de winkel. Ja, dat klopt. Het zijn er twee, hè? Het zijn er twee. Eén CD is voor mensen die door een tijd gaan van rouw en verdriet. Die echt onlangs iemand hebben moeten loslaten. Over gemis. En de tweede CD is iets breder qua opzet. En dat gaat over eenzaamheid en leegte. Ja. Vind je het zelf niet zwaar om steeds over dit soort dingen te praten en te zingen? Nee, ik vind het niet echt zwaar. Ik voel het als een soort van roeping. Natuurlijk maak ik ook CD's die blijmoedig zijn en vrolijk. Maar ik heb dit echt om mijn hart gekregen, om mensen juist als ze door een moeilijke tijd gaan, om ze te bemoedigen. Ik heb zelf natuurlijk ook een broertje verloren en wat nichtjes verloren die jong waren. Dus ik weet ook wat het is. Ja. En denk ja, en dan heb ik ook nog zo'n achternaam gekregen. Ja. En dan heb ik ook nog de gave ontvangen om liedjes te schrijven. Ja, dat moet gewoon. Wel goed om daar iets mee te doen. Leuk dat je daar volgende week over komt vertellen. Ja. Gerald, dank je wel. Voor je uitleg over het adopteren van een opa of oma. Heb je nog nagedacht over een gebedspunt? Ja, wat mij momenteel ontzettend raakt, en dat raakt me echt heel diep, is dat ik zie in Syrië, waar Odorcas ook hulp biedt, dat daar zoveel jonge mensen, vrouwen ook, maar ook mannen natuurlijk, helemaal zijn omsingeld door IS, moet ik zeggen. En ja, de situatie lijkt uitzichtloos en ik zou echt gebed willen vragen voor deze groep mensen die, denk ik, amper slapen en die geen eten meer hebben, die door de diepste angsten moeten gaan. Want we hebben gezien waar IS toe in staat is. Dus het lijkt me erg goed om voor deze groep mensen daar te bidden. Dankjewel, dat is een mooi gebedspunt. Anneke, jij vroeg gebed voor Henk en voor alle gevangenen in het algemeen. Dat wij heel veel liefde in ons hart mogen krijgen en voelen. En dat wij, als we er tijd voor hebben, een kaartje willen sturen naar Ark Mission. Ja. En Hans, jij vroeg gebed voor de jongeren. Ja. Zij hebben het moeilijk en om te bidden dat zij de goede keus maken in hun leven. Ja. En dat zij God mogen toelaten in hun keuzes. Precies. Mooie gebedspunten. Ja. Ik wil u vragen thuis, al is het maar kort, om te bidden voor deze punten, om zo het verschil te maken in Nederland. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Hebben jullie nog plannen voor vandaag? Hans, wat ga je doen?
Ik ga nu naar school en heb wat afspraken staan met studenten om eens even te praten over hoe het met ze gaat. Ja. Leuk. Anneke, jij? Ik ga terug naar mijn werk en onder andere regelen dat al de campagnekaarten voor de kerstkaartenactie binnenkort via de boekhandel en andere kanalen ook te verkrijgen zijn. Dus ik hoop vanmiddag weer een stap voorwaarts te maken. Leuk. En jij, Gerald, jij gaat je natuurlijk klaarmaken voor het concert morgen. Dat ga ik doen, maar ik krijg ook nog een hele reeks leerlingen. Die krijgen muziekles van mij. Dus, dat geef je ook nog? Ik geef muziekles op de woensdagmiddag en op de dinsdagavond. Het zijn vaak jonge mensen die er graag ook willen leren schrijven of muziek maken, zang. Van alles komt er langs. In Veenendaal? In Veenendaal, naast mijn huis heb ik een ruimte. Waar kunnen mensen informatie vinden? Ze kunnen kijken even op mijn website, op www.geraldtroost.nl. En dan vinden ze wel informatie ook over de lessen. Leuk, dankjewel. Nogmaals dank voor jullie komst. Kijkers thuis, heel erg bedankt voor het kijken. Fijne dag en heel graag tot morgen.